Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 55, vers 1. O God, neem mijn gebed ter oren, gij die het geroep uw volks wilt horen. Verberg u niet voor al mijn smeken, verhoor mij, Heer, geef gunstig acht op mijn misbaar en jammerklacht, waarin de nood mij uit doet breken. Psalm 55, vers 1. Zal worden voorgelezen 1 Samuel 21 van vers 1 tot en met 9. We noemden nu 1 Samuel 21 van vers 1 tot en met 9. Toen kwam David en op tot een priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zeide tot hem: waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zeide tot een priester Achimelech: de koning heeft mij een zaak bevolen en zeide tot mij: laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven, en nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand, op wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide: er is geen gemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood. Wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde den priester en zeide tot hem: ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest, gisteren en eergisteren, toen ik uitging. En de vaten der jongelingen zijn heilig, en het is enigerwijze gemeen brood, te meer, terwijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht des Heeren weggenomen waren, dat men er warm brood legde ten dagen als dat weggenomen werd. Daar was nu een man van de knechten van Saul te dienzelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heeren,
En zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste onder de herders die Saul had. En David zeide tot Achimelech, is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapenen in mijn hand genomen, terwijl de zaak des konings haastig was. Toen zeide de priester, het zwaard van Goliath de Filistijn, terwijl gij sloeg in het eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed achter den ephod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander dan dat. David nu zeide, er is zijns gelijke niet, geef het mij. Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken is zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we dagen zeggen. Heere, in de toenadering tot uw heilige troon mogen u ons verlenen de leiding en de zalving van de Heilige Geest, die in al de waarheid leidt, die alle dingen doorzoekt en verklaart, wie bron en oorzaak is in de eeuwigheid, in wiens werken in de tijd verworven zijn, door hem die getuigd is, ik zal den Vader bidden. En die zal u zijn geest geven. En die geest die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Maar die ook bij uw gemeente blijft tot in eeuwigheid vanwege de inwoning in het uur van de waarachtige bekering en daar blijvend zijn arbeid doet, tuchtigend, ontdekkend, ontblotend, ontgrondend, plaatsmakend, maar ook Christus verklarend en noodzakelijk makend, opdat de uitgangen des levens zouden uitgaan naar hem, die voorwaar blank en rood is en de banier draagt, de boven 10.000. Wanneer we samen zijn, Heere, dan zijn op ons de einden der aarde gekomen. In de tijd waarin de waarheid op de straat struikelt. Fijne goud is verdonkerd. En het woord van de profeet waar geworden. Deed het u niet dat de dochter Sions haar sieraad heeft verloren. En ochtends waar alles zich samenspant tegen u en tegen uw gezalfde. En de aanvallen gericht worden op het levende kind. Mogen u betonen en bevestigen ook in deze avond dat u uw woord nog altijd wilt gebruiken tot de openbaring van uw heilige deurden. Het tot verklaring van het leven en tot onderwijzing en stichting van uw vreemdelingsvolk hier op de wereld. Ach, Heer, het is waar. We hebben een voorzichtig verdrag gemaakt met de dood. Een overeenkomst met de hel. En de mens leeft maar uit wat hij is geworden in de diepten van zijn val.
maar nu heeft het u toch behaagd. En u heeft het geopenbaard, u hebt het uitgewerkt in hem, die waarlijk de zoon des mensen is genoemd om in hem, dat vernieuwende, herstellende en wonderlijke genadewerk te verheerlijken. Opdat er vaten der Heere werden gekneed op de schijven van uw welbehagen en uw grote pottenbakker het behagen ook nog vaten ter Heere te stellen die straks ingedragen worden in de galerijen der eeuwigheid als pronkstukken Gods en tot verwondering van de uwen. En de engelen hebben in heilige verwondering aanschouwd voor de troon, toen ze u alle eer en heerlijkheid gaven, hij die geslacht is, heeft ons God gekocht met het bloed. Zou u vanavond de schriften willen ontsluiten? Zou u ons heilig verlangend begierig willen maken om de verborgenheden der schriften te kennen en uit dat eeuwige heilverbond bediend te worden met het manna dat verborgen is, dat van den hemel is nedergedaald en dat de wereld het leven geeft. Dat u nog arbeiden mogen onder een opgroeiend geslacht, dat u uw weldadigheid nog betonen, omdat u sterker zijt dan het geweld der baren, sterker dan jonge harten en dan jonge levens, opdat ook deze avond doorleefd werden, dat zonen en dochteren zouden profeteren, jongelingen gezichten zien. Dat in het doorwandelen van de gemeente u de grote uitdeler van de menigerlei genade betonen dat bij u een overvloed is, opdat ook uw ellendig volken werden onderwezen, de dorstige gelaafd, aan de fonteinen des heils de naakte bekleed, de zwerveling onderdak mogen verkrijgen, van verre staande nabij geleid, om in de opwas in de kennis van het lam iets te mogen kennen van de bron van het welbehagen God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenend, een ongerechtigheid niet toerekenend. Zoudt u naar uw eeuwig verbond nog wonderen willen doen, of dat uw gemeente zou staan naar de bevestiging van het leven, opdat u ontledigen van alles wat de gronden der eeuwigheid niet kunnen verdragen, om meer en meer te leren het godsgeheim, dat Sion door recht wordt verlost en de wederkerende tot gerechtigheid, opdat u langs de weg van recht en gerechtigheid zo'n grondslag verlenen en in het volgen van u verhoogden van den Vader en ook oplichten in het heiligdom, in de eeuwige verlustiging van u en uw zoon, en daarin in de verlustiging in uw gemeente, naar het woord uw verwaarheid, Vader, ik wil, dat ik ben wat u beloofde, en dan in te gaan daar, op grond van de toezegging, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt me lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Doet ons verstaan dat bij uw uitkomsten zijn, aanschouwend wat met ons niet kan samenkomen. Ach, Heer, wat is de mens dat ge zijner gedenkt. U hebt eenmaal tot de mond van Jesaja getuigd dat u uw handen hebt uitgebreid tot een wederhoorig en een wederstrevig volk dat dwaalt op een weeg. Al wat zoeken we de vastigheden van een handje stof.
Een uiterlijk vermaak, een uiterlijke vrolijkheid. En we vergeten dat we een kostelijke ziel meedragen voor de eeuwigheid. Terwijl de dagen kort zijn, mogen u nog wonderen doen, Heer, en thuis nog bezoeken met uw heil. Waarvoor verpleegd, verzorgd, ziekenhuizen te huizen, u mag het willen als school. Waar rouw draagt, het doen ervaren dat u die rouw kent, die immers bij de baar van de jongeling te naaien stond en weende bij het graf van Lazarus. Wil alle arbeid van uw kerk zegen, uw kerk nog bouw als in de oude dagen. O God, waar is de verbondenheid en de waarheid? En de verbondenheid aan de leidingen Gods. Waar is het heimwee, het zoeken, het begeren naar die vrije gunst die eeuwig u bewoog? Zijn zo bezig met alle stellingen en alle dogmatiek. En de breuk op de breuk wordt geslagen en de scheidingen vergroot. Maar wat er God is, dat verenigt. En er God is, dat verbindt. En wat uit God is, wordt gekroond. Zegent uw eigen werk, bouwt uw kerk. Onder Joden en Heiden, te midden van de oordelen en gerechten die over de wereld gaan. Een wereld die bol staat van spelen. Een wereld die verschrikt is van toekomende oorlogsdreiging. Maar die geen moment wakker ligt in de wetenschap van hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. Denk aan de arbeid van het getal uw knechten en allen die nog dienen mogen in de puin van uw gemeente. En geef vanavond uw knecht de verborgenheden der schriften te kennen. En met bewogenheid de waarheid te bedienen om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 27, het eerste en het derde vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Wanneer de macht der bozen sloeg aan het hoen en aanrukt om zich met mijn vlees te voen, stiet zelf dit rot wat mij benauwd en haat te voeten viel, omdat het God verlaat. Of mocht ik in die heilige gebouwen. We noemen Psalm 27, 1. En 3.
geliefden, alle leven wordt in zijn eigenschappen gekend. Zo paarden, wat er ook leeft, zowel in de levenloze als in de redeloze als in de redelijke schepselen. Het heeft alles zijn eigen eigenschappen en wordt daardoor gekend en onderscheiden. Dan is het toch ook duidelijk dat het leven van een kind zich anders onderscheidt dan iemand die tot hoge leeftijd gekomen is. Het is ook duidelijk dat waar genade verheerlijkt wordt, de eigenschappen van dat leven ook openbaar komen. Waarachtige bekering van de mens besluit alle eigenschappen die worden vernieuwd en in het dienst van God worden gesteld. De weg der waarachtige bekering worden daardoor ook de verlangens van dat nieuwe leven onderscheiden van vroeger. De dichter van 27 noemt onder die verlangens die het nieuwe leven kenmerken. De verlangens naar ons huis. Het hoort bij het nieuwe leven. De dood kent geen verlangens. Zijn er daarom zoveel lege plaatsen van de gemeente? Die verlangens die worden openbaar van één ding heb ik van de Heer de Geest. En dat zal ik zoeken. Of ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Om de liefelijkheden des Heren te onderzoeken en te aanschouwen in zijn tempel. En die levensverlangens nu, die vragen vanavond u en mijn aandacht. In de overdenkingen over het leven van David, de man naar Gods hart. Ik had gedacht vanavond met u te denken over 1 Samuel 21. Ik denk dat ik de eerste 6 versen probeer met u te behandelen. Toen kwam David ten op tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet. En hij zeide tot hem, waarom zijt ge alleen en geen man met u? En David zeide tot de priester Achimelech, de koning heeft mij je zaak bevolen en zeide tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, omdat ik u gezonden heb en die ik u geboden heb, de jongelingen nu heb ik in de plaats van zulkeen te kennen gegeven. En nu wat is er onder uw hand, geef mij 5 broden in mijn hand of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide, er is geen gemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. En David nu antwoordde de priester en zeide tot hem, ja trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren toen ik uitging. En de vaten der jongelingen zijn heilig, en het is enige wijze gemeen brood te meer, terwijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren, als men er warm brood legde ten dagen als dat weggenomen werd. Ja. David ten op, daar gaat het over. David ten op. Ik wil 3 gedachten overdenken. Davids toevlucht. Davids begeerte. Davids spijzer. David ten op. Hij kwam tot de priester Achimelech. De begeerte, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden.
en zijn spijzen. Toen gaf de priester hem dat heilige brood. Dan mogen Gods geest ook nu ons de verborgenheden van de schriften doen kennen. David op weg naar Nob. Wie is dan toch wel die mens die in de nacht zo'n verschrikkelijke boodschap tegemoet ging? En aan de morgen van de nieuwe dag uit de mond van Jonathan hoorde: de pijl ligt verder. En wat die boodschap inhield, heb ik getracht de vorige keer te verdenken. Hoe ver dat die pijl lag. En hoe ver hem dat zou brengen en welke wegen. Dat was een volkomen verborgenheid. Maar ik durf u te zeggen dat als David de pijl zag gaan en de boodschap hoorde: de pijl ligt verder, dat hij toen niet gedacht had dat het zo ver zou zijn. Heeft hij niet gedacht. Ik vroeg u, wie is dan toch wel die man die Gibea Saul verliet nadat Jonathan hem de boodschap gebracht heeft? Het blijkt, als David vanuit Gibea Saul vertrekt, dat nog een klein groepje mensen met hem meegegaan is. Het hoe en waarom, daar kom ik nog wel op terug. Maar dat zal hij straks zeggen. En trouwens, ook de Heere Jezus vertelt dat wanneer hij de fariseeën onderwijst over het gebeurde te Nob. En zeggen: toen David de toonbroden ontving. En degene die met hem waren. Ik vroeg: wie is die man? En dan zou u tegen mij kunnen zeggen, en ik zou ook dat tegen u kunnen zeggen: daar hoeven we geheel niet naar te raden. Dat is David. Dat is de man naar Gods hart. Dat is, zoals het later zal worden getuigd, de liefelijke in de psalmen. De man die God hoog opgericht had. Die daar gaat als een vluchteling, vergeet het niet, is dus een kind van God. Een gezalfde, dat is eer. Een mensenkind die het hart van de helden Israëls gewonnen had. Een mensenkind die de tekenen en de bewijzen van Gods genade met zich droeg. Een mensenkind die kon leunen op die bijzondere leiding en bewaring des Heren in zijn leven. Een mensenkind die geestelijk en bevindelijk wist dat hij voor de rekening van God lag. Als ik aan u vraag, wie is de man, dan zou ik dit getuigenis kunnen afleggen. Maar dan zou ik niet volledig zijn. Want in dit beeld dat in het leven van David, en wel bijzonder ook vanavond aan u en mij wordt getekend, is een exempel van het ware leven van de levende gemeente. Opdat we ons leven daaraan toetsen, maar ook zouden weten welke verborgen gangen God wil houden met de zijne op aarde. Want datzelfde mensenkind waarvan ik u vroeg: wie is deze man? Zou ik ook tegen u moeten zeggen: dat mensenkind dat daar Gibea Saul ontvluchtte en op weg was naar Nob, dat was een voorwerp van duivelse haat. Dat was een voorwerp van verachting. Dat was een mensenkind waar de schaduwen van de dood
elk moment omheen waren. Dat is een mensenkind, wat we straks met elkaar wat duidelijk zullen overwegen, die daarheen gaat zonder wapens, zonder eten, een uitgeschud mensenkind. Wat de ontzaglijke tegenstrijdigheden kom ik dan in dit leven tegen? Klopt dat dan alles met het woord Gods? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. En die hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Klopt dat wel? Wie is deze man, vroeg ik. Aan de ene kant met de duidelijke bewijzen van goddelijke genade, van goddelijke zorg en trouw. En aan de andere kant de mensenkind, die in zichzelf zonder wapens, opgejaagd, zijn woonplaats heeft moeten verlaten. Ik kan indenken dat die verborgen tegenstellingen vragen oproepen, herinneringen in het leven oproepen, als hij daarheen gaat, terugdenkend, hoe was het toch vroeger? Toen hij zo deelde in de bijzondere onderwijzingen Gods. En hoe is het nu? Als een veldhoen op de bergen, als een mensenkind die elk moment in de handen van de vijanden kan vallen. Als een mensenkind die afhankelijk van alles berooid over de wereld gaan moet. Vroeger en nu. De ruimte van de verborgen omgangen met God, ze schijnen afgesneden te zijn. Is dit mensenkind waar ik uw aandacht voor vroeg, nou niet een prooi geworden van de omstandigheden van het leven? Vroeger en nu. Misschien is dat de eerste les die wij met elkaar moesten overdenken. Hoe het was en hoe het nu is. Hoe het was toen je wandelde met je God. Toen de tekenen van goddelijke gunst uw leven versierde. En nu ingeleid in de weg van de afbraak. En een weg die zo verborgen is. Met een toekomst die niet te overzien is. Ja, ja. Die boodschap van Jonathan was niet onduidelijk. Die pijl ligt verder hoog. Veel verder. Maar zo ver dat hij straks aan het eind van zijn leven pas zal begrijpen wat daar gebeurd is in de velden van Gibeon. Alhoewel mijn huis niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. In alle dingen wel verordineerd. Voorwaar, in dezelfde is mijn hoop, mijn lust. Weten we nu wie die man is? Ik vroeg van verleden en heden. Met alle verborgenheden van de stervensweg van de levende kerk. U zegt, ik zeg de stervensweg van de levende kerk. Of wist u niet dat dat een taal is die men nauwelijks meer beluistert? Dat dat gangen zijn die schijnen niet meer voor te komen op de erven van de gemeente Gods? Leidingen waar men de diepte niet van doorgrondt, maar waar er nog een overblijfsel naar de verkiezing van goddelijke genade zielsverblijd is, als ze nog beluisteren mogen, wij die leven.
worden altijd in de dood overgegeven. Om Jezus wil. Opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees openbaren. Toe, laat het u duidelijk zijn. Als ik bij de opening van onze gedachten u daar even naar wijs. Van die onbegrijpelijke tegenstellingen in het leven van Gods kinderen. Van zo in de wolken en zo in de kolken. Het ene ogenblik zingen. In God is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots en mijn tegenweer. En een ogenblik later. Geeft wild gediert. Dat niets in het woenen ziet. De zielen van uw tortel wijst toch niet over. O gemeent. De levende kerk in een huilende woestijn. De levende kerk in een jammerdal. De levende kerk op de aarde die om haar zonden wil vervloekt is. En in het leven van deze mannen Gods hart een tekening. Hoe God na zijn soevereiniteit met zijn keurlingen komt te handelen. Ze te rijpen voor het goddelijke doel en het goddelijke oogmerk. Wie is die man, heb ik u gevraagd. Zou je hem herkennen in uw eigen leven? Ken je ook die moment dat je gedacht hebt, nou valt de laatste slag? Heb je het Hea-geroep ooit in je eigen leven beluisterd? Die daar neder ligt, die zal nooit meer opstaan. Heb je het gehuil van de hel in uw hart ook wel eens beluisterd? Toen ze tegen je zeiden, zal nog als een morgenwolk voorbij gaan. Als een vroeg opkomende dauw, zal je leven nog komen te eindigen. Hoor je zingen, mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer gewerpt, vergramt thans uw gezalfde neer. En geschijnt niet van verbond met uw knechten weg. Als de weg anders zou zijn, val ik er buiten, mensen. Val ik er buiten, hoor. In het leven van de man naar Gods hart, naar zijn onderscheiden leidingen en de tegenstellingen, hier vind ik David op weg naar Nob. Wat heeft die man nou over? Wat heeft hij over? Hij had veel, nog eerlijk gekregen ook. Wat ontmoetingen, wat de onderwijzingen, wat de leidingen, wat de duidelijke tekenen van goddelijke vrijmacht en genade zijn in zijn leven verheerlijkt. Wat een opgaande weg had God aan hem gegeven. Een opgaande weg die geen einde scheen te kennen, totdat. En dan gaat God die opgaande weg afbreken. Versta je het nog? En dan gaat daar een man die alles achtergelaten heeft. Ze zeggen wel eens in de ware oefeningen des levens, dan hou je niet zoveel over. Ik zeg mensen jou niks over. Ja, toch wel, jouw God over. Maar dan zal de ere laten blijken in het leven van deze man naar Gods hart. Die op weg is naar Nob. Waarom? Naar Nob toe. Hij heeft veel achter moeten laten. Zijn vrouw. Zijn vrienden. Gods kinderen. De omgangen met de hemel. Schenen ook afgesneden te zijn. Klein hoopske is er nog met hem meegegaan. Waarom naar Nob? Wat was dat voor een plekje? Er ligt veel historie. In deze korte lessen, misschien kom ik er niet door, geef niet als God je er maar doorheen houdt. Nob. Wij weten dat toen de Heere de belofte eenmaal aan Abraham gedaan in vervulling deed gaan. Een tijd tussen hoor, er zat een tijd tussen. Want een belovend God in je leven kennen.
En de vervulling daarvan in je leven mogen ervaren. Maar daar kan een tijd tussen zitten. Dat is geen werk van een dag. De Heer had Abraham het beloofd. Dit land zou ik u geven, nu en nu zijn eeuwen. En dan gaat dat volk op weg en dan krijgt Mozes de opdracht om de eredienst die straks na de woestijnreis komen zal, in te richten. Opdracht tabernakel te bouwen, gereedschap, ark, noem maar op. En de belofte erbij, door de mond van Joshua, kun je vinden in het 21ste hoofdstuk. Dan zullen de priesters des Heren in het midden van u verkeren. Ze zullen geen eigen dommen bezitten. Ze zullen leren leven van het gegevene. En de Heere gaf opdracht aan elke stam om in het midden de Levietensteden aan te wijzen. 48 Levietensteden werden aangewezen voor een volk dat van gegevenen moest leven, die geen eigendommen op de aarde mochten hebben, die wel bezig moesten zijn in de dienst des Heren. Hou je de feitjes vast voor je eigen hart. En een van die Levietensteden was ook dit plaatsje waar David naartoe gaat, de plaatsje Nob. Onder die Levietensteden waren er 6 die als vrijsteden dienden. Kunnen wij, ga ik aan voorbij. Maar daarin op is een Levieten of een priesterstad. De plaatsje Nob dat ten noorden van Jeruzalem ligt, op weg naar de Middellandse Zee toe, nog niet zo heel ver van Gibeah-Saul, is het doel van de reis van David en van de zijnen. En dat plaatsje Nob is wel heel veel bijzonders te vinden. Want daar staat de tabernakel. Toen Joshua het beloofde land introk, toen heeft hij de tabernakel met al zijn gereedschap neergezet in Gilgal. En later is die tabernakel met al dat gereedschap terechtgekomen in Silo. Ik ga die historie daartussen natuurlijk niet met u bespreken. En ten dagen dat David deze reis maakt, staat de tabernakel en de ark en al het gereedschap Gods te Nob. Dat was de plaats van Gods woning. Daar was ook het hoge priesterlijke geslacht. Daar was Achimelech met de zijne die het hoge priesterschap mocht bedienen. Nu begrijpt u misschien waarom we zongen: och, mocht ik in die heilige gebouwen. Daar gaat een vluchteling. Ik zou me vragen willen stellen. Als ik die man daar zie gaan, is er nog een plekje voor een kind van God op de wereld, waar hij zich thuis voelen kan? Mag ik best eens overdenken. Dan kan je in het natuurlijke leven vinden. Als het leven waarlijk als leven beleefd wordt, is er dan in uw bedrijf nog een plekje voor een arm kind van God? Is er nog een plek voor een arm kind van God in het gezin? Nou. Is het woord van Micha niet waar? Als hij zegt, ai mij, ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld. En ik zou, en dat zeg ik met grote voorzichtigheid, in welke kerk, in welke gemeente is nog een plekje voor een kind van God? Is het niet zo
dat het ware leven zich steeds meer vreemder voelt en eenzamer voelt, onbegrepen voelt en zich niet meer thuis kan voelen. Is er nog een plekje voor die David, voor een kind van God? En dat is één van de begeerden. Hij zei, ja, Heer, daarin op. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Als David naar Nob gaat, is dat een Levietenstad? Is dat een plaats waar de tabernakel is? Waar de ark is? Waar het gereedschap is? En waar de efod is? Kan je allemaal lezen. En dat is de begeerte van David, de man naar Gods hart. Ik lees in onze overdenking, toen kwam David te Nob. Nob, daar in de hoogte, in de stam van Benjamin. Vlakbij Anatot ligt het. Weet je, Anatot, daar kwam toch ook Jeremia vandaan. Een priesterstad, waar God de zijne had. En wat zoekt deze zwerveling? Gemeenschap met God in de weg van de inzettingen. Wat zoekt hij? Onderwijs in de ambtelijke dienst van Achimelech. Wat zoekt hij? Waar de priesters Gods voor ingesteld waren. Want dat woordje priester Levi is afkomstig van een Hebreeuws woordje, wat eigenlijk weergeeft het woordje staan. Denk maar aan de dichter van Psalm 121. Gij knechten des Heren die voor het aangezicht des Heren staan. De Levieten die hadden een bepaalde plaats. Ze stonden voor het aangezicht van God. En ze moesten staan tussen God en tussen het volk. En ze moesten de boodschappen van God staande tot de gemeente brengen. En ze moesten de nood van de gemeente, als ze daar stonden, bij God brengen. Dat deed immers Mozes in de hardigheid van Israël uitroepen tot de Aaron haalde wierookvaten. Zo gaat David naar de plaats. Bovendien waren de priesters de raadgevers die in twistgedingen het volk onderwezen en raad gaven over allerlei zaken. Dat was de heiligheid en de heerlijkheid van de priesterdienst. En er was Achimelech, was daar de hoge priester. Ja, de geslachtsregister zal ik u sparen. Dat is een wonderlijke naam. Achimelech. Weet je wat Achimelech betekent? Broeder van de koning. Melech is immers koning. Achie, broeder. Hij is een broeder van de koning. Wat de lieve en wonderlijke gedachten moeten ons dan wel bezetten als we daar eens over denken. David op weg naar Nob, naar de inzettingen, naar een priester met de wonderlijke naam Achimelech, de broeder des konings. Dat ziet toch op een bloedgemeenschap. En ten opzichte van die bloedgemeenschap is hij waarlijk begrepen, krachtens de rijkdom van Gods genade. In de vereniging met hem, die zijn gemeente de onderdanen de zijne noemt, krachtens het bloed. Buiten bloed is er geen gemeenschap. Godsdienst, ja. En vrolijkheid, maar geen gemeenschap. Doe nou. De gemeenschap is alleen langs de verse en de levende weg, ontsloten door het bloed
Dat is de verse weg. Een broeder des konings. Krachtens de genade verbonden aan hem. Die daar het zoon en daar is heer is. En uit die bediening daarvan mag hij dienen. Maar er is ook een broeder des konings door geloof. Maar diezelfde bloedgemeenschap. Die de kerk aan Christus verbindt. Ook Gods kinderen aan elkander verbindt. Zelfde weg. Dezelfde leiding, dezelfde prijs, dezelfde koning, hetzelfde bloed. En dat is de gemeenschap die deze man, deze berooide man, zoekt. Berooid. Straks moet hij om brood vragen. Hij moet bedelen. Hij moet zelfs om wapens vragen. Want hij heeft niets meer. Om zich te beschermen niet en zich in het leven te houden niet. Hoe kan dat toch ver gaan in het leven? Als je zo rijk en zo royaal geleefd hebt, te midden van de lofzangen Israël, te midden van de toejuichingen van de wereld, van de duizenden die van je gezongen hebben. David heeft zijn 10.000 verslagen. En dan een tijd in je leven overhouden dat je alleen over de wereld moet. Zonder wapens. En zonder levensonderhoud. Dat was David. Dat is een leiding. Dat zijn gangen die God met zijn kinderen gaat. Dat zijn verborgen omgangen. Waar ze niet van gedroomd hebben. Maar wat in de boodschap van Jonathan lag. De pijl is verder hoor. De pijl is verder. Welke diepten. Wil de Heere gaan met dit mensenkind? Welke diepte gaat de Heer met zijn kinderen om ze die weg te leren? Onbegrijpelijke wegen. De man naar Gods hart op weg naar Job. Als een berooid mens. Zei David, ja vroeger toch zoveel inkomsten van boven, hè? Ja, en nou? En zie je, maar daar kan ik niet meer uit leven. Tuurlijk niet, want de dood zit achter hem aan. Zou je dat niet vergeten? En als de dood achter je aan zit, dan kan je met al je vorige zaken je niet overeind houden. Zegt David, je had zulke prachtige wapens, weet je nog. Dus je bent allemaal verspeeld. David, je had zoveel vrienden toch. Zie je, dat heb ik niet meer. David, de man naar Gods hart. Op weg naar Nob, naar Achimelech. Om daar zijn nood en zijn zorg te geven aan het hart van een oude priester. Hoe heet je dat? Achimelech is een oud man. Grijpt in de dienst van God. Weet je dat hij straks nog door het zwaard sneuvelen zal? Deze oude priester. Onder de toelating Gods. Weet je wel, met Doag laat. Waarom weet ik dat het een oude man is? Wel, de Heer Jezus, die gaat in het Marcus Evangelie spreken van de ontmoeting van David in Nob. En dan zegt hij, toen Abjatar daar priester was. En dat was toch Achimelech. Maar Abjatar diende al voor het aangezicht van zijn vader, naar de ordening in Leviticus, als de hoge priester nog leefde. En hij had niet de macht meer om te dienen, dan mocht zijn zoon die dienst waarnemen. En ten tijde nu dat David er kwam, was Achimelech de hoge priester, oud en bedaard. En zijn zoon Abjatar, die diende in de tabernakel. Kan je allemaal lezen in de Bijbel. En die droeg de efod. Maar later zou hij immers openbaar worden als Abjatar vlucht naar David, dat hij de efod met zich meebracht. Ja, daar ga ik toch nog eventjes wat van zeggen. Want er is veel historie in onze gedachten. Daar ontmoet hij Achimelech. Dan ontmoet hij ook Abjatar, blijkt uit het evangelie. Dan ontmoet hij ook de geheimen van de efod. Want die efod, daar zou Achimelech zeggen, daarachter lag het zwaard van Goliath verborgen. Ik kom volgende keer wel eens op te nemen.
Wat was nou een efod? Een efod, dat vind je in het woord van God met een onderscheiden betekenis. De efod was in algemene zin, was dat de priesterrok, de linnenrok. Het waren de mannen die de linnenrok droegen. Ja? In hoogtijden kan je lezen dat zelfs David zich met de linnenrok kleedde als een geheiligd priesterdom. We zullen die heilige rok niet aantrekken om te liegen. De Heer had dat tot een bijzonder teken van priesterschap gegeven. Als door Israël en de vrijsteden de priesters liepen, dan zei hij, kijk, dat is een priester. Dat kon je zien aan zijn lijfrok. Er werd de efod genoemd, de linnenrok van het priesterschap. Ze hebben geen spijkerbroeken aangedaan, nee. En een spijkerjasje in onze moderne tijd. Of we gooien onze donkere kleedjes weg en we trekken wat grijze pakjes aan en zo. Hè? Want die lijfrok, die maakt onderscheid in de tijd. En die laat je nog zien dat je niet met de wereld mee wil huppelen. Maar laat maar. Die efod had ook nog een andere betekenis. Die efod, die was bijzonder bij het gereedschap en de kleding van de hoge priester. Ook dat was een efod. En die efod was eigenlijk als een hes die ze droegen. Die werd op de schouders vastgemaakt. Met gersen. En met linnen kleding staat er. En die efod waar hier over gesproken wordt, die had vier kleuren. Was in vier kleuren onderscheiden. In het goud, in het karmozijn en in de kleur van de purper, rode purper en blauw purper. Dat was de efod van de hoge priester. En op die efod stonden in goud ingewerkt twee kostelijke edelstenen. En op de ene edelsteen stonden zes namen van de zonen van Israël. En op de andere stonden ook zes namen van Israël. Tot een heenwijzing naar het hoge priesterschap. Naar de ordening van Melchizedek. Droeg de oud-testamentische hoge priester op de efod. Dat is in onderscheiden kleuren, ga ik ook allemaal niet uitklaren vanavond. Zou best een preekje over gehouden kunnen worden. U denkt maar aan de profetie van Jesaja. Al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze als karmozijn. Ga je het nou een beetje begrijpen? Wat die kleuren allemaal inhielden. Hoe door de reinigende kracht van de goddelijke genade gezegd kon worden. Laat ons dan nu maar samen richten. En al waren die zonden als scharlaken. En al waren ze als karmozijn, dan zal ik ze maken als witte wol. O, die heilige symboliek van die eredienst. En dat dragen van die edelstenen, gegraveerd met de namen van de 12 zonen Israëls. Tot een eeuwig bewijs en tot troost. Of je nu van Benjamin was of van Ruben was. Of van Issachar was, of noemt u maar van de stammen op die u wilt. Ze hadden allemaal een plekje gekregen op het hart van de hoge priester. En in zijn dienstwerk moest hij die efod dragen. En hij nam ze ook mee op de grote verzoendag. Maar anders ga ik het te diep op in en dat doe ik niet. Als u maar dit wil weten, dat als David daar naartoe gaat, dan ontmoet hij een hoge priester. Er staat, er is ook een efod. Dat wil zeggen dat die ganse kerk, onder welke omstandigheden, en welke diepten, en welke onbegrepen wegen, en welke louteringen, en noemt dat maar op wat over het leven van een kind Gods heen gaan kan, dat ze ondanks al die omstandigheden gegraveerd liggen op de edelsteen
op de borst van de hoge priester. Hij draagt ze onder alle omstandigheden bij zich. Mijn oog zal op je zijn. Ik zal raad geven. En dan gaat David, de man naar Gods hart. Die komt bij Gimelech. Daar, het wonderlijke plaatsje op, waar de tabernakel des Heren staat, waar het gereedschap Gods is te vinden. En als hij daaraan komt, blijkt het dat ze elkander kennen. Wie? Achimelech. En David. Dacht je van mij? Die hebben elkaar in het verleden ontmoet. Want ik noemde u een van de eigenschappen van dat nieuwe leven. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En de ware begeerten van het nieuwe leven zijn onlosmakelijk verbonden aan de ambtelijke dienst. Moet je vast op rekenen. Want dat volk heeft oren gekregen om te luisteren. Die slikken alles niet. Oh. En die hebben een hart dat ligt verbonden aan dat ware leven dat in de bediening tot openbaring komt. Alzo gaat David naar Nob, Achimelech. Ze kennen elkaar. Ze zijn geen vreemden van elkaar. Moet het er nog op ingaan? Om te zeggen, hoe is dat nou? Oh, dan kan ik maar drie zinnetjes zeggen. Hoe dan? Gods kerk heeft elkander van de hemel gekregen. Dat is echt waar. Hè? Je krijgt elkaar van de hemel, mens. En wat de oorsprong in de hemel is, dat blijft in de hemel vastleggen. Dat is toch niet zo moeilijk. Hun taal is toch mijn hartentaal. En dan komen ze van verre landen. Mijn harten smelten toch ineens. Dat is toch geen vreemde taal. En dan komt David daar bij Nob aan. 3 dagen heeft hij erover gedaan. Dat kan je ook wel lezen in de teksten. 3 dagen heeft hij achterom gekeken. Zou Saul daar al aankomen? Zou hem de machten van de hel hem inhalen? Je ook wel eens achteraan gekeken. En dat ook. En Achimelech die ziet hem komen. En ik zie daar een ontmoeting. Een oude hoge priester. En David, de gezalfde des Heren. Ik zou het in mijn eigen woorden willen vertalen. Misschien dat u het menselijk vindt, maar misschien begrijpt u het dan toch wel. Daar komt hij aan, hè. Alleen. Want dat groepje dat met hem opgetrokken is, dat is achtergebleven, verborgen, zegt hij later. Hij gaat alleen naar de hoge priester toe. En dan ziet die hoge priester David komen. En dan is het hart van de hoge priester helemaal ontdaan. Bevende staat. Hij begrijpt het niet. Mag ik het zo zeggen, dat bedoel ik nou met dat menselijke misschien. Mijn jongen toch. Mijn jongen. Waar zijn je wapens? Waar zijn je soldaten? Waar is je glans? Waar is de heerlijkheid? En dat is je ook allemaal verspeeld. Maar dan ga je er toch wel diep doorheen. Als je dat ook nog verspeelt. Je waarde verspelen. Je heerlijkheid verspelen. Je achting verspelen. Allemaal kwijt. Mijn jongen toch. Daar komt een eenzame jonge man aan lopen. David, de man naar Gods hart. David, die zeide tot hem, waarom zijt ge alleen? En geen man met je? Ja. Ik heb je al zoveel jaren willen duidelijk maken dat Gods kinderen een eenzaam leven hebben. En dat ze zich vaak maar alleen op de wereld waarnemen. Terwijl je hart soms zo kan uitgaan naar de omgangen met God en met zijn gemeente. Wat ben je alleen, mijn jongen? Ja, David zou kunnen zeggen, anders zou ik nooit 56 kunnen dichten. Ge weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En mijn tranen
heb geen uw fles vergaard. Wat ben je alleen? Voel jij ook wel eens zo op de wereld? Wat ben je alleen? En waar zijn nou al die mannen? Waar zijn nou al die mannen? En met duizend omringd, met wapengekletter is die binnengehaald. Zingende vrouwen hebben zijn lof gezongen. Het hart van de helden Israëls hebben hem overgenomen. Maar wat ben je alleen? En dan komt er wel een antwoord, joh. Wat voor een antwoord, hoort u mij? David zeide tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen. Hij zeide tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb, die ik u geboden heb. En die jongelingen, nu heb ik de plaats van zulke een te kennen gegeven. Ja, daar wordt veel over gedacht. En gefeliciteerd. Ik zeg, David, dan ben je toch niet eerlijk, hè? Dan praat je toch wel een beetje vreemd. Om dan tegen die hoge priester te zeggen dat je hier met een bijzondere opdracht van de koning bent. Ja, maar als je nu goed meegelezen hebt, dan lezen we als David daar de tabernakel nadert, dan ziet hij tot zijn schrik en verbazing Doach de Edomiet. Zal die later zeggen, wanneer Doach de boel uitgeroeid heeft, ik zag hem en ik was bevreesd. O, zegt hij zo, er staat dat die Doach achtergebleven was in de tabernakel. Kom ik in vervolg, als de Heer geeft, nog wel op terug. Een van de opperherders van Saul, een Edomiet. In de dienst van Saul, in de inzettingen van God, dan ben je een eindje doorgedrongen in de inzettingen. Als een Edomiet, als dienstbaar aan Saul, als een opperherder in de tabernakel. Of dacht je dat de duivel buiten de kerk blijft? Nee toch. En David ziet dat en is heilig verontrust. Kan je lezen in het vervolgende hoofdstuk. En hoe is het zo? Ach, hij weet dat deze Doach aan de kant van Saul staat. Nu is het bekend dat hij in nop is. Nu hoeft er maar één boodschap te gaan naar Gibea Saul. En binnen een korte tijd zullen de legers van Saul aanrukken. Goed historie lezen. Wat heeft hem bewogen? In de eerste plaats de zorg over zijn oude vriend de hoge priester. Die hij niet betrekken wil in de omstandigheden waarin hij is. De vracht van zijn leven, de zorg van zijn leven, die draagt hij zelf. En God draagt ze mee. Maar hij wil die oude hoge priester niet betrekken in de ontzaglijke worsteling die er is tussen Saul en tussen hem. En met grote voorzichtigheid geeft hij dus dit antwoord, zeker. Gedreven door mensenvrees. En gedreven door opzien op de mens. En ook deze bladzij mag u niet vergeten vanavond. Dat Gods kinderen in de strijd van het leven zo ontzaggelijk bezet kunnen zijn met mensenvrees. En zo'n ontzaggelijk opzien kunnen hebben op mensen. En zo bevreesd kunnen zijn voor de vijanden van de ziel. Want dat was David ook hoor. Dat was David ook. Hij was doodsbang toen hij die Doach daar zag zitten. Hij heeft de hoge priester niet over voor zijn strijd. Ik las bij Calvijn in verband ermee. Daar ligt nog een trek van dat nieuwe leven. De vracht die God op het leven van David gelegd heeft. Daar praat hij niet over. Dat wijdt hij niet uit. Dat is een zaak die tussen God en zijn ziel afspeelt. Misschien begrijp je die gangen ook. En misschien loop je daar ook wel mee. Dat je zegt, zou ik er nu wat meer over moeten praten? Zou ik mijn zaken niet eens wat breder moeten neerleggen? Dan mag je nu vanavond van David weten dat David dat ook niet doet. Die houdt die maar voor zijn eigen. Dan brengt ze wel bij God. Ja, ja. Overdenken
En wat er dan afgespeeld wordt, ach, zegt hij, de koning heeft mij een zaak bevolen. Laat niemand iets van de zaak weten. Om welke ik u gezonden heb, die ik u geboden heb. En de jongelingen, ach, ik heb er wat bij me, maar die zijn wat achtergebleven. Ik kom in een boodschapje. Wat? Ik heb honger. En mijn mannen hebben honger. Hé, wat te eten. Hé, wat te eten. Vergeet je niet. De toekomstige koning is er al. Bedoeld. Zou er een les in liggen van vossen hebben holen en vogelen des hemels nesten. En de zoon des mensen heeft niet om het hoofd op neer te leggen. Deze man naar Gods hart bedoelt. Heb je wat te eten van? Ik heb 5 broden nodig. En wat erbij kan zijn voor mij en voor mijn mannen. En wat is dan het antwoord van de hoge priester? Wel, ga ik zo nog heel kort met u over denken. Luister maar een versje zien. 61, derde. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog en eeuwigheid. Ik zal op u me vast vertrouwen, altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Derde van 61. Best indenken dat Thomas tegen Jezus zegt, wij weten de weg niet en wij weten niet waar je heen gaat. Ik kan best indenken. Als ik dat leven van David zie en daarin teken het leven van de levende gemeente des Heren, dan zult u volk van God er vanavond met me eens zijn, wij weten de weg maar niet die God met de mens komt te houden. Maar dat is wel waar. En dan heb ik weer daarom die vraag die ik toch vanavond aan u stellen wil. Wie is dan toch wel die man waar we over spreken? Waar we al zoveel van gezegd hebben. Wie is nou die man die daar zijn handen uitstrekt tot Achimelech, de broeder des konings? Mens die alleen maar van gegevenen in leven kan blijven. Daar is nou heel dat opgaande leven mee geëindigd. Daar is dat rijke leven in de omgangen met God aan een punt gekomen. Ik vind een kind van God die alleen maar zeggen kan, jij kan me nog een leven houden, geef me wat te eten. Daar komt nou een kind van God bij. Je staat dat hoor, dat zijn geen fabels. En is het niet de donkerheid van de tijd dat we de schriften niet meer begrijpen. En met allerlei menselijke vondsten willen indringen in dit kabinet van vrije genade. En dan die hoge priester is welwillend. Ja, en dan komt er een hele rijke geschiedenis. Moet ik hem nog opbouwen, heel kort. Brood. Ja. Ja. Gemeen brood heb ik niet. Dat betekent
Het brood dat in algemene zin dag voor dag gebakken werd en dag voor dag werd uitgereikt. Het blijkt dat het Sabbat is, de avond van de Sabbat, als David eraan komt. Blijkt, zal ik je duidelijk maken. Hij zegt, ik heb al heilig brood. Heilig brood? Wat is heilig brood? Nu, en ik had het een beetje breed willen opbouwen, maar ben veel te lang bij het begin blijven hangen. U kan weten dat de tabernakel 3 afdelingen kende. Het voorhof, heilige, heilige der heiligen. En waar onze aandacht nu voor gevraagd wordt, vooral dat gereedschap, nee, ga ik ook aan voorbij, maar voor het gereedschap in het heilige. En in het heilige, waar de priesters des Heren ingingen, daar stond aan de linkse zijde, stond daar de gouden kandelaar. Tegen de machtige gordijnen van het voorhof, daar stond het reukofferaltaar en aan de rechtse zijde de tafel der toonbroden. Die tafel der toonbroden kan je allemaal vinden in Leviticus, was 1 meter lang en 1,5 meter breed en 65 centimeter hoog. Van amusumhout met goud overkleed en daar stond goudgereedschap op, kannen, bekers en. En er stonden 2 gouden schalen. En die gouden schalen, die moesten altijd gevuld zijn. Op elke schaal lagen 6 broden. Die elke zondag, sabbat, moesten vernieuwd worden. Die waren gebakken van rein meel, zonder zuurdeesem. Van 4 liter zuiver graan, staat er. En die werden, 6 van die broden werden op elkander gestapeld op elke schotel. 12 broden, 12 stammen. Hun onderhoud was in de symbolische dienst van Israël gegarandeerd. Nooit zag ik de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekend brood. En daarin dat heilige op die tafel der toonbroden waren de 6 broden. En dat was net op deze dag, had de priester zijn werk gedaan. 6 warme broden waren binnengebracht. En de andere 6 broden waren weggehaald. Die 6 broden, daar werd een tak van mirre opgelegd. Om daar geur en heerlijkheid aan te geven. En ik zie mijn gedachten die priester binnengaan. Met de levieten om hem heen. Die 6 broden werden weggenomen. 6 broden teruggelegd. De middentak weggenomen met de wierook. En die werd naar buiten gedragen. En op het brandaltaar geworpen. En de geur van de liefde die steeg op in het voorhof. En die 6 broden, die werden gebracht in het huis van de priesters. En ze dienden als voedsel van de priester. Dat is het beeld. Ik ga het niet verder uitbreiden, want dan loop ik vast met mijn tijd. En net waren al die broden vervangen. Het priesterwerk was gebeurd. Het garandeerde de natuurlijke en de geestelijke onderhouding van de gemeente des Heren. Dat was hetgeen waar Jezus naar wees. Toen hij zei, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En die het volk het leven geeft. En die 6 broden waren een garantie voor het natuurlijke en geestelijk leven. Daar kom ik natuurlijk de volgende keer op terug. Want anders ga ik deze gedachten te abrupt afbreken. Maar wat een belofte van Gods trouw. Wat een belofte van Gods zegen. Van hem die het ware brood des levens is. Of je nou van Benjamin was, had ik daarnet gezegd. Of van Ruben was. Of van Isgeschar was.
Maar dat ganse volk lag in die heilige symboliek aangewezen. Nooit en te nimmer is er een tekort in God. Maar dat denk je toch niet zeker heen? Dat er een tekort in God is. De tafel der toonbroden toonde dat in alle heerlijkheid. En de priesters Gods was dat voedsel toegekend als de broden waren verwisseld. En wat zegt nu Achimelech? Joh, ik heb alleen heilig brood. Afgezonderd voor de priesters. Dat kan ik alleen maar uitdelen aan degene die rein zijn. Het is u voorgelezen wat ermee bedoeld wordt. Men kon zich besmetten. Zag op de smet van de zonde. Niet de schuld van de zonde, maar de smet van de zonde. En die smet van de zonde kon op velerlei wijze het leven bezetten. Zonder smet en zonder schuld zijn onderscheiden. Maar wanneer men van dat brood nam, dan moest men de smet der zonde ontlopen. Oh, je zou er een voorbereiding uit houden, weet je niet? De smet der zonde ontlopen. En daarom zegt hij tegen David, zijn ze rein? Zijn ze rein? En dan kan David van de zijne zeggen, ze zijn rein. 3 dagen geleden zijn we opgetrokken, gisteren en eergisteren. En dan doe ik een beroep op een priesterrecht. Een beroep waar Jezus in Matthäus 12 ook zoveel onderwijs over geeft. Toen hij het brood der kinderkens uitdeelde aan de tollenaren en aan de zondaren. En men zei, deze nodig zondaren en die eet met hen. En gezegd heeft tot die fariseeën dat de zoon des mensen niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En zijn heerlijke macht betoont en zegt, weet je niet, toen David de nop was, dat de priester hem de toonbroden gaf, waar hij en die met hem waren van gegeten hebben. En dat toont mij deze wonderlijke geschiedenis, een hoopje zwervers, krachteloos, zonder wapens, een voorwerp van spot en van haat, met de dood op de hielen, die worden door God onderhouden. Dat is toch een les, hè? Dat is toch een les. Nog zeg, daar bij de tabernakel te Nop, is een arme zwerveling. Zijn leven, dat is zo anders gegaan dat die dag. Wanneer hem de toonbroden ten eten gegeven worden, heeft dat met de stand van de genade duidelijk te maken. Voorbereiding zou ik eruit kunnen breken, ja. Wie waarlijk van die toonbroden te eten recht hebben. Omdat je gelooft, zou ik maar afblijven. Omdat je zo weet, zou maar afblijven. Omdat je nog zoveel in je zakken hebt, zou ik maar afblijven, hoor. Maar als je nu net als die man naar Gods hart, hè, niks meer hebt, hè. Geen wapens, geen eten, geen eer, geen roem. Ben maar alleen, zegt hij, alleen. En dan zie ik iets wonderlijks gebeuren, want dan komt die hoge priester. En die komt met 12 broden, staat er. Hij zegt, alsjeblieft, David, voor een hongerig volk. Ze zijn niet betaald, hoor. Het is er niks voor gegeven. Het is hem zomaar gegeven. Uit vrije goedheid waarge haar een vriendelijk confirmer. En het ellendigen het land bereid door uw sterke hand, Israël, ferm. Ga afsluiten, het is meer als tijd. Vele dingen had ik u er nog van willen zeggen. Maar in de strijd van het genade leven mocht u vanavond wat onderwijs hebben uit de leidingen die God met zijn kind en zijn knecht hield.
Wat moet de kerk er van hun kant armpjes doorheen? Ja? Oh nee. Nog zeggen. Wat moet de kerk van hun kant er toch armpjes doorheen? En als je dat nu beleeft, dan weet je dat dat schriftuurlijk is. Hij heeft ellendig in dit land bereid door zijn sterke hand Israëls ontfermer. Amen. Genadige, drie-enige verbond Jehovah, daar lag een rijke les in de heilige ceremonie van de schriften opgetekend tot onderwijzing voor een volk dat ontwapend en hongerig, onteerd, gesmaad, gehoond, met de dood achter zich niks anders te doen heeft dan de handen maar op te heffen. Heb je nog wat eten voor? En dan, o wonder, het heilige broden ontvangen, geheiligd en gereinigd in de offeranden, toegeschikt aan het ware priesterdom, om daar met elkander te doorleven, wat uw kerk in de hoogtijden moest zijn, hongerigen, met goederen vervuld en rijk en ledig weggezonden. Zegent deze eenvoudige schriftoverdenkingen tot onderwijzing, troost en verklaring van het leven der genade. En vervul ons met de vreze Gods. Leid over de wegen die we gaan. Een vreemdelingsvolk mocht verkwikt en verklaard worden. Hoort ons om Jezus wil. Amen. We zingen 74. Nog even een boodschapje. Ik heb zonder vergeten wat af te geven. Voor de belijdeniscatechisanten. Want we hebben morgen hebben klassesvergadering. En ja, omdat we roepende kerk zijn en ik daar natuurlijk niet vandaan kan blijven, kan ik morgenavond geen belijdeniscatechisaties houden. Maar dat wil ik nu zaterdag doen. Van 7 tot 8. Ik heb al zo zitten kijken rond. Want ja, als je natuurlijk toch 40 belijdeniscatechisanten hebt, dan verwacht je die toch dat die in de bijbellezing in de kerk zitten. Oh nee. Dat verwacht je toch. Hij belijdenis doet ze. Hoor je toch in ons huis? Maar degene die er niet zijn, kan ik niet aanspreken. Maar misschien zitten de ouders er of kennissen. Dus morgen kan de belijdeniscategorisatie niet doorgaan, omdat we klassesvergadering hebben. Maar zaterdagavond van 7 tot 8 hoop ik, want we hebben die lesjes hard nodig, de belijdeniscategorisatie te houden. Geef het een beetje door. En dan gaan we nou zingen. 74, het 18e vers. Geeft wild gedierd, nou niets in het roen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. Laat, grote God, om een gehate rover, uw kwijnend volk niet eeuwig in verdriet. 18 van 74.
gaat ons heen in vrede. Ontvang de zegen, des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.